De klassieke oudheid is ondenkbaar zonder de goden. Mythen en tempels vulden de wereld van de oude Grieken en Romeinen. En ook nu nog, ruim 2500 jaar later, hoef je echt niet Homerus van kaf tot kaf te hebben gelezen om toch nog een aantal verhalen uit die tijd, uit die traditie te kennen en om in ieder geval een aantal namen van goden zoveel bij je te voelen opborrelen als je daarom gevraagd wordt. En ik dacht, daar ga ik maar eens mee beginnen. Ik ga eens even kijken bij welke, aan welke goden jullie in eerste instantie, in eerste associatie zo denken als je denkt, oh ja, vanavond ga ik naar een avond over klassieke, zeg ik nou, ja, over antieke filosofie. Welke godennamen schiet er dan bij je te binnen? En misschien ook waarom? Hoeft niet, mag. Welke, aan wie denk jij? Hermes. Hermes. Mercurius. Mercurius. Staat deze microfoon aan? Ja, goed zo. Nee. U misschien? Zeus. Zeus. U? Poseidon. Poseidon. Diana. Diana. En zo hebben we dus al een heel aantal namen van goden gehoord. En nou, stelt het u misschien teleur als ik u ga mededelen dat de sprekers van vanavond gaan zeggen dat de antieke filosofen eigenlijk niet zoveel op hadden met al die goden en met al die mythen. Sterker nog, dat de hele discussie over goden en godsdienst een heel erg bron van discussie en oneenigheid was tussen de verschillende filosofische tradities. En niet alleen discussieerden ze met elkaar, maar ze waren vooral ook in kritiek op de manier waarop er door de, nou ja, door de gewone Griek, maar in ieder geval waarop er in de maatschappij werd omgegaan met godsdienst. Zo is er vrij recent een mooi boek verschenen, vertaald door Vincent Hunink. En dat heet Het bestaan van de goden. En daarin schrijft de auteur Cicero, dat was een Romeins redenaar en staatsman, die laat verschillende vertegenwoordigers van een aantal van drie verschillende filosofische tradities uit die tijd met elkaar discussiëren over de zin en onzin van goden en godsdienst. Ik ben heel blij dat zij er zijn. Vincent Hunink is klassicus en vertaler aan de Radboud Universiteit. Hij heeft talloze teksten vanuit het Latijn en uit het Grieks naar het Nederlands vertaald. En hij geeft zo dadelijk een korte inleiding waarin hij een beetje iets vertelt over de leefwereld van de oude Romeinen. Hoe zag die tijd er eigenlijk uit? En ook iets zegt over dus deze auteur Cicero. Daarna is het woord aan Frederik Bakker. Hij is filosoof, ook aan onze universiteit. En hij vergelijkt een aantal filosofische tradities uit de klassieke oudheid met elkaar op het gebied van hun positie ten opzichte van goden en godsdienst. Mevrouw kan de reclame uitvoeren. Ja, ik wilde net gaan doorklikken. Zodat u weet hoe het programma van vanavond eruit gaat zien. Dadelijk dus eerst een korte lezing door Vincent, dan een wat langere lezing door Frederik. Vervolgens gaan beide sprekers met elkaar in gesprek onder leiding van mijzelf. En is er natuurlijk ook ruimte voor uw eigen vragen. Mijn naam is Liesbeth Jansen, ik ben programmamaker bij Radboud Reflect. En ik wens u allemaal alvast een hele mooie avond. Vincent, the floor is yours. Dank u vriendelijk. Is dit de PowerPoint? Juist. Dit is de man, dames en heren, geachte aanwezigen. En dit is zijn boek. Ik heb het over Marcus Tullius Cicero en zijn grote boek over de antieke goden. Dat boek is zowat het enige substantiële werk uit de hele oudheid waarin de goden centraal staan. In een eerdere versie van dat werk heb ik het ook gewoon genoemd De Goden. Het is een wat oud plaatje van een tijdje terug. In de nieuwste druk is een kleine titelverandering toegevoegd. U kent Cicero misschien van dit soort fraaie kreten. Ik vind het altijd leuk om die op het internet op te zoeken. O tempora, o mores. U kunt dat gerust als kreet overnemen van hem. Dat geldt nog steeds. Of misschien wel van deze. Het is altijd in het Engels dat je dat terugvindt, deze kreten. Nature has planted in our minds an insatiable longing to see the truth. Ik vind het heel grappig om dit met Cicero in verband gebracht te zien. Want de waarheid is voor Cicero niet meteen evident.
Dat zullen we vanavond hopelijk een klein beetje kunnen zien. Dat er zo weinig boeken uit de oudheid over goden zijn, is een beetje vreemd. Want de goden zijn heel belangrijk bij de Grieken en de Romeinen. Het is al even genoemd door de inleidster. Of je nu spreekt over de oude mythologische verhalen van Zeus of Jupiter, Afrodite, Venus, we hoorden al andere goden. Of de goden in de epen van Homerus, Ilias en Odyssee. Of juist kleiner, de Romeinse huisgoden, de penates, of de keizercultus. Of voor mijn part de vroeg-christelijke cultuur, die vanaf de 4e eeuw dominant werd. De hele wereld van de oudheid is doortrokken van religie. Hier een mooi plaatje uit mijn lievelingsserie Rome, met een decor waarin de serie is gefilmd. Tempels in steden en dorpen, heiligdommen op het platteland, orakels van Delphi, overal in de reële wereld waren sporen van godsdienst zichtbaar. Dus je zou denken, men denkt daar ook bewust over na, reflecteert daarop. Maar de praktijk is anders. De oudheid is zo vol goden dat men er eigenlijk niet meer speciaal over denkt. Voor een gemiddelde Romein, ik wil me vanaf nu tot de Romeinen beperken, voor een Romein is het eigenlijk geen optie om de goden ter discussie te stellen. Ze zijn er. Geesten en machten die je huis en haard beschermen. Voorouders, plaatselijke goden en helden. Je vereert ze, je brengt een offer voor ze op gezette tijden. Je schokt mee in de jaarlijkse processie. Of die goden ook bestaan, vraag je je als Romein eigenlijk niet af. En het doet er ook niet toe. Het maakt helemaal niet uit wat je van hun bestaan vindt of hun niet bestaan. Als je maar meedoet. Dat lijkt in onze door godsdiensttwisten verscheurde tijd, een traditie die is begonnen met de opkomst van het christendom, misschien leuk om straks over door te praten, lijkt dat onvoorstelbaar. Geen twisten over godsdienst. In de Romeinse oudheid is godsdienst alom aanwezig, normaal, traditioneel, verankerd in de cultuur, maar ook iets waar je eigenlijk weinig mee moet. Romeinse goden zijn niet om in te geloven. Ze leggen ook geen plichten of morele hoge normen op, persoonlijk of sociaal. Ze zijn, als ik het een beetje oneerbiedig zeg, deel van het meubilair. Wie is er tegen meubilair? Het hoort erbij. Je maakt er je keuze uit. Goden als vast element van de wereld die geen beroep doen op jouw ziel, daar kun je moeilijk bezwaar tegen hebben. Ik zou kunnen zeggen, tegen de goden zijn, tegen de oude goden zijn, de oude goden vaarwel zeggen, van het type van Jan Wolkers, Pater het Hart, die zich tegen de protestantse traditie verzetten, dat levert niks op. In de Romeinse wereld krijg je daar geen persoonlijke bevrijding mee. Er vallen geen nare drukkende plichten weg, want die waren er niet. Romeinse religie is, ik doe gauw Wolkers weer weg, anders denkt u dat ik hier hobby's aan het uitleven ben. Romeinse religie is niet iets van het hart, laat staan van het hoofd, maar alleen van handen en voeten. Voeten om mee te lopen in een feest, handen om offers te brengen en te applaudisseren. Laat staan van het hoofd, zei ik, en daarmee zijn we dan bij de verklaring van de zeldzaamheid van Cicero's boek. Het kwam in de oudheid zelden bij iemand op om de goden vaarwel te zeggen, een atheïst te worden, al kwam het voor, maar eigenlijk ook niet om er object van serieuze filosofie van te maken. Zeker, de geschiedenis van de antieke wijsbegeerte kent verschillende denkers met allerlei opvattingen over de goden. Collega Bakker zal daar zo meer over vertellen. Maar we kennen toch hooguit een paar namen van denkers die de goden tot onderwerp van reflectie maakten. Dat is dus een eerste paradox. Een door en door religieuze antieke wereld tegenover weinig gerichte intellectuele aandacht voor de goden. Dat dan uitgerekend een Romein wel weer zo'n werk heeft geschreven, is misschien iets minder vreemd. Op tal van gebieden hebben Romeinse schrijvers systematiek aangebracht in de veelzijdige Griekse kennis. Ze hebben die in kaart gebracht en ordelijk verzameld en van etiketten voorzien en van hokjes en schotten. Ik noem een paar namen. Plinius de Oudere heeft de hele natuurkunde geïnventariseerd. Celsus, de geneeskunde, ook een groot Grieks specialisme. Bij Celsus een mooi ordelijk boekje. Quintilianus heeft de Griekse retorica voorzien van passende termen en een goede hoofdstukindeling. Bij de Grieken was het toch een beetje een bende. En de dichter Ovidius, om nog maar eens iets te noemen, heeft alle verhalen over de goden in een schitterend epos, eposachtig geheel, bij elkaar gezet. Op een heel creatieve manier, maar toch vooral inventariseren. Romeinen willen orde en overzicht, misschien meer dan grote innerlijke vernieuwing. Dat uitgerekend de Romeinse auteur Cicero zich dan met de goden zou bezighouden, is wel weer een beetje bizar. We kennen Cicero als staatsman, politicus, generaal, als redenaar, als grote man van denk over redenaarskunst.
ik noem hem maar even, als een Romeinse alfa-man. En zoals misschien vandaag volgens sommige godvolle Romeinen ook al, alfa-mannen vinden religie iets voor oude vrouwtjes. Dat blijkt bijvoorbeeld uit dit briefje van Cicero aan zijn vrouw Terentia. Hij schreef dat in 58 voor Christus, toen hij een beetje droevig, hopeloos verbannen zat, ver van Rome en het allemaal niet meer zag zitten. U ziet de hele brief staan. Het gaat een beetje om het slot, over de narigheid. Als de narigheid nooit meer weggaat, dan wil ik jou, mijn leven, zo snel mogelijk zien en in jouw armen sterven. Want dan hebben nog de goden die jij zo vroom en zuiver hebt geëerd, nog de mensen die ik altijd heb gediend, ons beloond voor onze inzet. De goden vereren, dat is niet iets van Cicero zelf. Dat is iets voor zijn vrouw. In een briefje van 10 jaar later, toen ik opstond, was het meteen of God mij beter had gemaakt. Wil jij die God, zoals je altijd doet, dankjewel zeggen? Ja? De goden bedanken en zorgen dat die goden wat doen, dat doet dan de vrouw in huis. Dat is duidelijk niet iets waar Cicero zichzelf persoonlijk druk om maakt. In zijn eigen leven spelen de goden geen rol. In de honderden bewaarde brieven blijkt nergens iets van persoonlijke religiositeit. Natuurlijk schermt hij als redenaar met de goden als het hem zo uitkomt om zijn argument kracht bij te zetten. En ik vergat het bijna, hij is ook nog priester geweest. Een zogenaamde augur, een priester die vogeltekens duidt. Wie die serie Rome heeft gezien, waar dat plaatje straks uitkwam, weet het misschien. De augures in Rome, dat zijn geen vrome priesters, maar dat zijn delen van het politieke, instrument, uitvoerders van een officiële cultus die vooral politieke doelen diende. Maar goed, een priester die een boek schrijft over goden waar hij niet in gelooft. Hoe is deze mens, deze Romein, dan aan dat onderwerp gekomen? Dan moeten we toch even over het leven van Cicero hebben. In de laatste jaren, waar het hier over gaat, 46 tot 43, was Cicero aan het eind van zijn leven. Hij schreef het boek over de goden in de zomer van 45. Toen was hij bijna dood, al wist hij dat nog niet. Maar hij zat politiek op een absoluut zijspoor. Er was een grote burgeroorlog geweest tussen Caesar en Pompeius, waarin Cicero consequent de verkeerde kant had gekozen, die van Pompeius, en na lang wachten en met heel veel moeite van Caesar de toestemming had gekregen om terug te komen naar Rome, als hij zich verder maar nergens mee bemoeide. Privé ging het niet veel beter. Die vrouw die we straks nog aangeschreven zagen, daar is hij van gescheiden. Daar is hij niet heel erg kapot van, want die verhouding was al vertroebeld. Maar de dood van zijn dochter in 45, dat was een soort genadeslag. Cicero was helemaal gebroken, kapot. Wat doe je als je kapot bent en niks meer te doen hebt? Dan ga je wijsbegeerte doen. filosofie als second best noem ik het hier. Of misschien zelfs al third best. Natuurlijk ontbreekt het bij Cicero niet aan lofzangen op de wijsbegeerte, het hoogste streven van de mens enzovoort. Maar wie Cicero een beetje kent, weet het. Het is vrije tijd op hoog niveau. Een weinig tot weinig of niet verplichtende denkexercitie die een beetje losstaat van het gewone leven. In goed Nederlands een academische bezigheid. Daarbij moeten we wel bedenken dat er in het Latijn voor Cicero nog bijna niets aan filosofie was gedaan. Afgezien van het grote leerdicht van Lucretius, over wie collega Bakker waarschijnlijk wel iets zal zeggen. Cicero zelf vond die wijsbegeerte misschien vooral een leuke denksport, maar het was ook onontgonnen gebied, waar hij zich toch ook praktisch heel nuttig heeft gemaakt. Bijvoorbeeld door een vocabulaire te creëren in het Latijn voor filosofie. Dat was er niet. Deze woorden die u hier ziet verschijnen, essentie, intelligentie, kwaliteit, dat zijn nieuw verzonnen Latijnse woorden. En dat moet je in Rome van goede huizen komen, wil je dat door weten te zetten. Dus daar verdient Cicero zeker lof mee. En hij heeft ook een heel breed panorama van filosofische onderwerpen aan de orde gebracht in die laatste jaren. Die term filosofische encyclopedie komt uit een mooi handboekje dat pas is verschenen bij Amsterdam University Press. Ik heb er niks mee te maken. Maar ik vind het wel heel mooi. Een mooi handboek waarin u het werk en het leven van Cicero bij elkaar ziet staan. Hier een vroeg werk waar ik niet op in zal gaan, het boek over de staat. Ik ga vooral in op de werk uit de laatste periode. Ik laat ze even passeren, een paar werken die hij toen heeft geschreven. Paradoxen van de Stoïcijnen, dat is meteen deep into technical matter. De Hortensius, een aansporing om aan filosofie te doen, een helaas verloren werk. En de Academici, een werk over wat is kennis? Kunnen wij wat weten? Wat is de maximaal haalbare kennis? Dit, de grenzen van goed en kwaad.
De ethiek van het gelukkige leven, zou je kunnen zeggen. De gesprekken in Tusculum. Daar moet nog een haakje achteraan. Sorry daarvoor. Daar gaat het over onderwerpen als de onsterfelijkheid van de ziel, emoties of de vraag, is deugd voldoende voor een gelukkig leven? Er zijn geen boeken van Cicero over natuurfilosofie. Hier nog een voorbeeld van een plaatje van een van de oudere vertalingen van de gesprekken in... Van de grenzen van goed naar kwaad. Cicero heeft niet over natuurfilosofie geschreven, maar wel over wat we dan noemen wat er achteraan komt. De nanatuur, de metafysica. 3 werken over het bovenzinnelijke. Nu komen we bij die goden. Het werk over de goden, De Natura Deorum. En daarna nog een werk over het noodlot. Hoe groot is de rol van het lot in ons leven? En een boek over het voorspellen van de toekomst. Dat kan natuurlijk niet anders voor een augur die daarmee professioneel te maken had. Het merkwaardige is dat Cicero als augur heel kritisch is op die voorspellingskunst. Het doet dat eigenlijk af als een beetje, niet helemaal serieus te nemen operatie. Het geeft iets van de dubbelheid van Cicero meteen weer. 2 werken uit zijn laatste periode die veel bekender zijn, geliefder zijn. Een boekje over ouderdom. Dat trekt altijd veel belangstelling bij lezers als dat in de boekwinkel ligt. En ook een boekje over vriendschap is als cadeauboekje natuurlijk heel gauw en graag gegeven. Het boek over plichten is dan weer iets minder. Ze hebben mij ook wel eens gevraagd om dat te vertalen. En toen dacht ik, dat lijkt me toch wel heel erg saai en heel vervelend. Deze boekjes, Oud worden en vriendschap, die kunt u in de winkel dus krijgen. Maar die plichten, daar moet u nog even op wachten. Een boek van de goden, over de goden dus als onderdeel van een reeks basisthema's. Je zou kunnen zeggen, het gaat over leven na de dood, over goden, over ethiek, vriendschap. Een paar grote onderwerpen uit de filosofie. In Cicero's boek over de goden komen de 3 belangrijkste Hellenistische filosofieën aan bod. Frederik Bakker zal daar zo over meer vertellen. U kent ze misschien al een beetje. Er zijn de leer van Epicurus, die van de Stoïcijnen en van de academische skepsis. Om u ook iets te laten proeven van de sfeer, wil ik u iets laten zien van het einde van het boek. Aan het einde van boek 3 levert de sceptische academicus Cotta, iemand die alles betwijfelt, zullen we maar zeggen, een puntsgewijze kritiek op de uiteenzetting van de Stoïcijn Balbus in het tweede boek. Dus een grote kritiek op de Stoa. En die eindigt zijn verhaal als volgt. Dit was wat ik ongeveer te zeggen had. Mijn doel was niet om het bestaan van de goden te ontkennen, maar om jullie te laten inzien hoe ondoorgrondelijk het probleem is en hoe moeilijk het is om uit te leggen. Nou, dan komt er nog een klein debatje tussen Lucie, de verdediger van de Stoïcijnen en Cotta. En de Epicurist, die in het eerste boek aan de orde komt, doet nog een duit in het zakje. En dan zijn de gesprekspartners in de dialoog van Cicero klaar. En dan eindigt Cicero zelf als volgt. Dit was het eind van de discussie. Bij het weggaan vond Velleius, de man van de Stoa, het betoog van Cotta eerder waar, terwijl mij dat van Balbus iets meer de kant op leek te gaan van wat waarschijnlijk is. Velleius is de Epicurist, sorry. Dus terwijl mij, Cicero, dat van Balbus, de Stoïcijn, iets meer de kant op leek te gaan van wat waarschijnlijk is. Het is heel voorzichtig geformuleerd, maar Cicero zegt eigenlijk, doe mij de Stoa maar. Als ik mag kiezen, dan liever de Stoa. En dat is natuurlijk wel merkwaardig. Omdat Cicero zelf zich eigenlijk afficheert als een sceptische academicus. Dat doet hij in de rest van zijn werk. Hij heeft dat boek over de academici geschreven. Vroeger zeiden we dan, dat is inconsistent, dat is opportunistisch, dat is relativistisch. Maar tegenwoordig zeggen we misschien, dat is een beetje postmodern. Cicero kan in onze tijd wat dat betreft best mee. Hij wisselt een beetje tussen standpunten, tussen waarheden. Hij switcht op een creatieve manier tussen wat hem uitkomt en wat hem misschien weer een ander alternatief lijkt. Hij kan op het andere moment weer wat anders zeggen. Als u de krant leest, ziet u dat elke dag tegenwoordig gebeuren. Cicero kan weer heel goed meedoen. Hij weet het allemaal niet zo precies en kiest partij voor wat hem op het moment het beste uitkomt. Best sympathiek. Cicero staat ook een beetje ambivalent tegenover de filosofie, zoals u op dit prachtige citaat ziet. There's nothing so absurd that some philosopher has not already said it. Ja, dat is niet een uitspraak van een man die filosofie het allerhoogste in het bestaan vindt. En in een discussie over goden kun je eigenlijk ook weinig kwaad doen. Het blijft een academische denkoefening en geen opmaat tot religieuze strijd.
Om met één praktisch punt te eindigen. We kunnen Cicero dankbaar zijn voor de vele nuttige teksten en de handige informatie die hij ons heeft nagelaten. Want dankzij hem hebben we toch maar mooi een boek over de antieke goden. Dank u wel. Nou, dames en heren, ik heb een lezing uitgeschreven die ik wilde gaan voortdragen. Maar ik merk al meteen dat ik allemaal wijzigingen moet gaan aanbrengen. Er zijn punten waar, die al door Vincent genoemd zijn. En er zijn ook punten waar hij iets heel anders zegt dan wat ik wil gaan betogen. Maar dat maakt het misschien wel spannender. Ik zal kijken of ik een klein beetje kan improviseren. In deze lezing wil ik het hebben over de manier waarop de Griekse denkers dachten over goden en het goddelijke. Voor een goed begrip daarvan is het nodig om enige context te hebben. De filosofen opereerden niet in een vacuüm, maar reageerden op heersende opvattingen en op elkaar. Voor een goed begrip van het Griekse denken over goden zouden we dus eerst in kaart moeten brengen wat de oude Grieken eigenlijk geloofden. Dat blijkt echter niet zo gemakkelijk. We hebben de gedichten van Homerus en Hesiodus. Dat was hem niet. Even kijken, moet er. Oh ja, dat ben ik. Oké. We hebben de gedichten van Homerus en Hesiodus, waarin allerlei verhalen over goden worden verteld. We hebben ruïnes van tempels en resten van godenbeelden. En vooral hebben we heel veel anekdotisch materiaal in allerlei soorten teksten. Een groot probleem bij de interpretatie daarvan is dat de Grieken, van wie wij de werken nu nog kunnen lezen, zeker niet exemplarisch waren voor de gemiddelde Griek. De schrijvers behoorden tot de elite, die over veel zaken anders dacht dan de massa. Bovendien zijn de teksten uit de oudheid ook nog eens door het filter van de overlevering geperst, waarbij alleen die teksten zijn doorgegeven die in latere eeuwen door weer andere en andersdenkende elites waardevol werden gevonden. We weten dus niet wat de Griek geloofde en hoe hij dit geloof precies praktiseerde. Gelukkig geven verschillende Griekse denkers zelf informatie over de context. Een van de eerste Griekse denkers over religie, Xenophanes van Colophon bijvoorbeeld, bekritiseerde met naam en toenaam de grote dichters Homerus en Hesiodus. Aan de goden hebben Homerus en Hesiodus alles toegeschreven wat bij de mensen geldt als schandelijk en verwerpelijk. Stelen, vreemdgaan en elkaar bedriegen. Ook bij veel andere denkers vinden we kritiek op de grote dichters. Plato neemt bijvoorbeeld aanstoot aan het verhaal van Kronos, die Uranos, zijn eigen vader, van de troon stoot en ontmant. Even kijken, heb ik daar een mooi plaatje van gevonden. En die later zijn eigen kinderen opeet om te voorkomen dat een van hen hem weer van de troon zal stoten. Dat blijkt uiteindelijk niet te lukken, want door een list ontkomt een van die kinderen en die groeit op tot een nieuwe oppergod Zeus. En die stoot inderdaad zijn vader Kronos van de troon. En ook wat Xenophanes vertelt, vinden we inderdaad terug bij de dichters. Heel bekend verhaal dat door Homerus wordt verteld is hoe Afrodite, die getrouwd is met Hephaistos, vreemd gaat met Ares en dan betrapt wordt door haar man. Heel bekend zijn ook de verhalen van Zeus, die met godinnen, maar ook met aardse vrouwen allerlei avonturen had, waarbij hij ook allerlei gedaantes aannam om zijn gangen te verbergen. Dus hier heeft hij de gedaante aangenomen van een stier om op die manier de vrouw Europa mee te voeren en een leuke tijd met haar door te brengen. Nou, het is het begin van ons continent. Dus het is wel belangrijk voor ons. Uit de kritiek op dit soort verhalen kunnen we opmaken dat de opvattingen van de dichters belangrijk genoeg werden gevonden om er tegen in te gaan. De filosofen lijken aan te nemen dat de opvattingen van de massa niet veel verschillen van die van de dichters, of daardoor althans sterk beïnvloed zijn. Wat de dichters zeggen is in ieder geval volgens de filosofen relevant.
In de werken van de dichters treffen we een enigszins onsamenhangend beeld aan van het goddelijke. De goden zijn geboren, maar zullen nooit sterven. Ze hebben de mensen geschapen en oefenen op allerlei manieren invloed uit op de mensen en de wereld. Ze oordelen over het gedrag van mensen, maar vertonen ondertussen dezelfde morele gebreken als mensen. Ze zijn onberekenbaar, maar kunnen wel worden omgekocht met offers. Ze zijn niet eensgezind, maar maken voortdurend ruzie met elkaar. Ze staan boven de mensen, maar hebben ook omgang met ze. Dus het is een onsamenhangend beeld dat dichters schetsen van de goden. Dit is het soort opvattingen waarop de filosofen reageerden. De aard van de reacties was niet echter steeds dezelfde. Ik heb het net al even gehad over Xenophanes, die expliciet kritiek leverde op de dichters en op de antropomorfe voorstelling van de goden in het algemeen. In contrast daarmee poneerde hij één god, die onder goden en mensen de grootste is en die in gestalte nog gedachten op mensen lijkt. Dus niet alleen levert hij kritiek, maar hij formuleert ook een alternatief, wat volgens hem het goddelijke wel zou moeten zijn. Bij andere pre-Socraten, zoals de filosofen uit de 6e en 5e eeuw voor Christus vaak worden genoemd, raakten de goden steeds meer op de achtergrond, naarmate men er beter in slaagde om de fysische werkelijkheid met materialistische en mechanistische modellen te verklaren. Dit vond zijn hoogtepunt in het denken van Democritus. Xenophanes, ik heb hier zomaar wat namen van figuren die van denkers uit die eerste periode die een belangrijke rol hebben gespeeld. Anaxagoras stelde dat de zon een gloeiende steenklomp was. Democritus dacht dat alles bestond uit atomen en dat betekende dat er niet veel plaats meer over was voor goden. Nou, dit vond zijn hoogtepunt in het denken van Democritus, die alles herleidde tot een wirwar van door elkaar bewegende atomen zonder doel of plan. Toch ging hij nog niet zo ver dat hij de goden geheel afschafte. Ook al is het onduidelijk welke plaats de goden in zijn filosofie dan nog innamen. Latere generaties aarzelden of de goden volgens Democritus nu werkelijk bestaande entiteiten waren of alleen optische verschijnselen. Hij drukt zich vrij onduidelijk uit over wat de goden dan wel nog zijn. In dezelfde periode vinden we onder de sofisten, een andere groep van filosofen, veel uitgesprokener posities. Terwijl Protagoras nog stelde dat we niet kunnen weten of de goden wel of niet bestaan, dus een agnostische positie, verklaarde Diagoras onomwonden dat er geen goden waren en verkondigde Prodicus dat de zogenaamde goden eigenlijk personificaties waren van natuurkrachten en verschijnselen die grote invloed hebben op het menselijk leven. Dergelijke opvattingen ten aanzien van de goden vielen niet altijd in goede aarde bij het volk. De filosoof Anaxagoras werd, omdat hij verklaarde dat de zon slechts een gloeiende steenklomp is, terwijl we van de dichters toch weten dat de zon een god is, om die reden werd hij in Athene veroordeeld wegens goddeloosheid en uit de stad verbannen. En hetzelfde overkwam ook de atheïst Diagoras. Tussen deze twee uitersten, van enerzijds het volksgeloof dat de goden een belangrijke plaats toekenden en anderzijds de filosofen die de goden steeds verder marginaliseerden, trad in de tweede helft van de 5e eeuw voor Christus Socrates naar voren. Socrates zelf heeft niets geschreven, maar we kunnen veel over zijn gedachtegoed te weten komen uit de geschriften van twee van zijn leerlingen, Xenophon en Plato. En daar hebben we ze alle drie. Uit hun werken komt Socrates naar voren als een filosoof die het goddelijke in ere wilde herstellen. Het is daarom ironisch, om niet te zeggen bitter, dat uitgerekend Socrates het lot te beurt gevallen is om wegens goddeloosheid veroordeeld te worden en niet slechts tot verbanning zoals Anaxagoras en Diagoras, voor hem maar tot de dood. Uit de werken van Xenophon en Plato komt Socrates naar voren als iemand die het goddelijke een grote rol toekent. In de Phaedo van Plato levert Socrates kritiek op Anaxagoras, omdat die te veel op materiële en mechanische oorzaken vertrouwde. Socrates betoogt dat die oorzaken op zichzelf niet voldoende zijn om de wereld te verklaren, omdat er ook een sturende factor aan het werk moet zijn die zorgt voor orde en doelmatigheid. En in de Memorabilia van Xenophon betoogt Socrates dat de doelmatigheid van lichaamsdelen, denk aan de constructie van het oog, en de afstemming van alle onderdelen van de wereld op het menselijk leven, denk aan de afwisseling van dag en nacht en de seizoenen,
of de beschikbaarheid van allerlei eetbare en bruikbare dieren, bewijzen dat dit alles het werk is van een scheppende God die het beste met de mensen voor heeft. Op dit spoor is Plato verder gegaan. In zijn Timaeus beschrijft hij in de vorm van een alternatieve mythe hoe een scheppende God, de demiurg, oftewel de ambachtsman, volgens een intelligent plan de hele wereld en alles wat zich daarin bevindt heeft gemaakt en vormgegeven. Ook de goden van de traditionele mythologie krijgen daarin een plek, naast de vergoddelijkte hemellichamen. Dus de zon is opnieuw een god. En ook de goden van de traditionele mythologie krijgen een plek in die nieuwe mythe van Plato. Ze zijn door de demiurg geschapen en assisteren deze vervolgens bij de uitvoering van het goddelijke plan. Zo wordt het ontwerp van de mens en alle overige levende wezens aan deze goden overgelaten. Dus Plato bevestigt zelfs het beeld van de traditionele goden als scheppers. Maar in dit geval als een soort van onderaannemers van de nieuw ingevoerde oppergod. Hoewel Plato hiermee de goden weer in de wereld heeft teruggeplaatst, kiest hij niet zonder meer de kant van de dichters. In een ander werk, De Staat, levert Plato bij monden van Socrates juist ongezouten kritiek op de dichters. Hij verwerpt hun verhalen waarin goddelijke zonen tegen hun goddelijke vaders opstaan. Ik heb er net voorbeelden van gegeven. Waarin goden elkaar bevechten. Waarin goden voor de mensen een bron zijn van niet alleen goede, maar ook slechte lotgevallen. En waarin goden mensen misleiden en bedriegen. Niet alleen zijn deze verhalen onwaar, omdat ze strijdig zijn met de goedheid die van nature bij het goddelijke hoort, volgens Plato. Maar ook zijn ze schadelijk voor de maatschappij, omdat ze de jeugd ongewenste voorbeelden voorhouden. In de ideale staat zouden de werken van Homerus en Hesiodus dan ook verboden, of tenminste zwaar gecensureerd moeten worden. Wat overblijft van de traditionele religie is een geloof in goden die zich actief en ten goede met de wereld bemoeien. Van een dergelijk geloof vinden we niets meer terug bij Plato's leerling Aristoteles. Weliswaar deelde Aristoteles met Plato de opvatting dat de wereld doortrokken is van doelmatigheid. Maar deze doelmatigheid berustte niet langer op de werkzaamheid van een voorzienige god, maar was in de natuur zelf gelegen. De enige god voor Aristoteles was de eerste onbewogen beweger. Een onpersoonlijke, immateriële entiteit zonder ruimtelijke extensie, wiens enige activiteit bestaat in de eeuwige overdenking van zijn eigen denken. Begrijpt u het nog? En die, zonder actieve bemoeienis met of belangstelling voor, ook maar iets buiten zichzelf, fungeert als voorwerp van verlangen en navolging. Oftewel als de ultieme doeloorzaak voor alle processen en bewegingen in onze materiële wereld. Voor andere goden was in Aristoteles' wereldbeeld geen plaats. Het is echter zeer de vraag of de gewone Griek in zo'n abstracte notie als een eerste onbewogen beweger nog een god zou hebben herkend. Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat ook Aristoteles door de Atheners uiteindelijk werd aangeklaagd wegens goddeloosheid. Een aanklacht waarvoor hij op de loop is gegaan en in een zelfverkozen ballingschap. In de generatie na Aristoteles werd Athene het toneel van twee nieuwe filosofische richtingen. Beide al genoemd door Vincent Hunning. Het epicurisme van Epicurus en het stoïcisme of de stoa van Zeno van Citium. Dat zijn deze heren. Die elk een heel andere kant van het filosofische spectrum vertegenwoordigden. Het stoïcisme zette in zekere zin de traditie van Socrates voort. Net als Plato meenden de Stoïcijnen dat de wereld was geschapen en werd bestuurd door een voorzienige god. En net als Xenophon betoogden zij dat het bestaan van zo'n god onweerlegbaar volgde uit de aanwezigheid van ordelijke en doelmatige structuren in de wereld. Je kunt als het ware gewoon zien dat God aan het werk is. Anders dan Plato echter lokaliseerden de Stoïcijnen hun god niet buiten de wereld, maar in de wereld. God was het actieve principe dat van binnenuit ordening en doelmatigheid gaf aan de passieve materie. In deze rol kon God gelijkgesteld worden aan de natuur, de reden, de voorzienigheid, het lot. Het actieve principe manifesteerde zich ook als het levenbrengende vuur van de zon en de sterren, die daarom ook elk afzonderlijk als goden werden voorgesteld.
en als de vitale warmte die alle levende wezens kenmerkt en die levensadem en ziel wordt genoemd. Op die manier was de wereld als geheel zelf ook een levend wezen. Met het actieve principe als ziel en de passieve materie als lichaam. En dit levende wezen als geheel kon ook weer God genoemd worden. God is niet slechts in de wereld, God is de wereld. Vanuit weer een ander perspectief kon men zich de wereld voorstellen als een huis. En God als de architect en de hoofdbewoner ervan. Dit perspectief maakt ook de positie van de mens duidelijk. Naast de goden zijn de mensen de enige levende wezens die actief over reden beschikken en daarmee ook de enige levende wezens die naast God de kracht van de schepping ten volle kunnen waarderen. We mogen daarom stellen dat de wereld is geschapen als een gemeenschappelijk huis van goden en mensen. En dat alles daarin de bewoners ten goede komt. Dit laatste kunnen we ook inzien wanneer we de natuur goed bestuderen. Alles in de natuur blijkt te zijn ingericht tot voordeel van de mens. De functionaliteit van de verschillende lichaamsdelen, de afwisseling van dag en nacht, we hebben het ook al gehoord bij Xenophon. De seizoenen, de veelheid aan eetbare gewassen en dieren, de dienstbaarheid van dieren aan de mens, enzovoort, enzovoort. De goede verstaander kan zien dat de goden het goed met ons voor hebben. In dit wereldbeeld lijkt geen plaats te zijn voor de antropomorfe goden van de dichters. Door een allegorische lezing wisten de Stoïcijnen deze goden toch een plek te geven. Zeus, de oppergod, stond natuurlijk voor de goddelijke reden die alles bestuurt. Dus als de dichters het hadden over Zeus, bedoelden ze dat Stoïcijnse godsbegrip. En de vrouw van Zeus, Hera, in het Grieks gespeld Hera, was een anagram voor AR, lucht. Het element dat bij uitstek zacht, meegaand en vrouwelijk is. Dus daarmee was ook Hera, had Hera haar plekje gekregen in het Stoïcijnse pantheon. Op deze manier werd aan alle traditionele goden en aan alle verhalen over hen een nieuwe filosofische duiding gegeven en werd daarmee hun vereering gelegitimeerd. De voorzienigheid van God uitte zich niet alleen in het ontwerp van de wereld en haar onderdelen, maar ook in een voortgaande activiteit ten gunste van de mensheid en afzonderlijke mensen. De Stoïcijnen geloofden dat God de mensen op allerlei manieren tekenen geeft om de toekomst te duiden. Door de stand van de sterren, door dromen, door orakels, door het schouwen van ingewanden en door het schouwen van vogels. En op alle manieren waarop men in de oudheid traditioneel de toekomst trachtte uit te forsen. Deze tekenen waren geen inbreuk op de natuurwetten die het verloop van het wereldgebeuren bepalen, maar volgden daar juist uit. Want volgens de Stoïcijnen hangt in de wereld alles met alles samen. Zodat er niets kan gebeuren of het vindt ook ergens anders zijn weerslag. Of het nu aan de hemel is of in de lever van een offerstier. Een vrijwel tegengestelde visie op het goddelijke vinden we in het werk van Epicurus. Terwijl, zoals ik zei, de Stoïcijnen in zekere zin doorgingen op de weg van Socrates en Plato, kan het epicurisme worden gezien als een voortzetting van de presocratische filosofie en met name het atomisme van Democritus. Net als deze laatste meende Epicurus dat alles bestaat uit atomen die doelloos door de ruimte bewegen. De ruimte is oneindig uitgestrekt en het aantal atomen oneindig groot. Wanneer atomen elkaar tegenkomen, kunnen ze samenklitten en zo grotere samengestelde lichamen vormen. Dit alles nog steeds zonder doel of plan. Omdat de atomen volledig willekeurig bewegen, kunnen er op deze manier alle denkbare configuraties ontstaan. Zelfs grote ordelijke structuren als onze wereld. Hoewel de kans daarop klein is, garandeert de oneindigheid van ruimte en tijd dat elke mogelijkheid, hoe klein ook, ergens en ooit gerealiseerd moet worden. En dat zelfs oneindig vaak. Er zijn dus ook oneindig veel werelden. Elk zonder doel of plan ontstaan. Ook het ontstaan van levende wezens kan op deze manier verklaard worden. Er is dus volgens Epicurus volstrekt geen God nodig om het bestaan van de wereld of van onszelf te verklaren. Sterker nog, een zorgvuldige bestudering van de wereld en al haar onderdelen brengt zoveel gebreken aan het licht. Het gaat dus radicaal in tegen de opvatting van de Stoïcijnen. Brengt zoveel gebreken aan het licht
Denk aan onbewoonbare woestijnen, mensenetende beesten, natuurrampen, ziektes. Dat het zelfs zeer onaannemelijk is dat een intelligente en voorzienige God daarvoor verantwoordelijk zou zijn. Bovendien leert ook een nauwkeurige conceptuele analyse ons dat een God helemaal niet voorzienig kan zijn. Volgens Epicurus beschikken alle mensen over een ingeworteld begrip van God. De essentie van dit begrip is dat God onsterfelijk is en gelukzalig. Maar wat onsterfelijk en gelukzalig is, heeft geen behoefte aan iets buiten zichzelf. Een God heeft dus geen enkele behoefte aan interactie, ten goede of ten kwade, met ons of met de wereld. Integendeel, zo'n interactie kan alleen maar een inbreuk maken op zijn gelukzaligheid. Daarom ook zegt Epicurus in een van de brieven die van hem bewaard is gebleven: dicht de God nooit iets toe dat niet past bij zijn onsterfelijkheid of dat niet eigen is aan zijn gelukzaligheid. Denk daarentegen alles over hem wat met zijn onsterfelijkheid, wat zijn met onsterfelijkheid bekroonde geluk onaangetast laat. De meeste mythen die over de goden verteld worden lijken strijdig te zijn met hun onsterfelijkheid en moeten dus worden verworpen. Uit het feit dat we een algemeen begrip van goden hebben, leidt Epicurus wel af dat ze moeten bestaan. Want volgens Epicurus kunnen wij alleen maar algemene begrippen hebben van dingen die ook daadwerkelijk bestaan. Uit het feit dat de meeste mensen zich de goden in menselijke gedaante voorstellen, leidt Epicurus af dat de goden inderdaad zo'n gedaante zullen hebben. Want anders zou het toch niet zo zijn dat bijna alle mensen zich de goden zo voorstellen. Daar moet een bepaalde waarheid in schuilen. De goden maken echter geen deel uit van onze wereld. Want anders zouden we ze wel waarnemen. Maar houden zich op in de ruimtes tussen de verschillende werelden. De zogenaamde tussenwerelden. Hoewel Epicurus zijn best doet om zijn alternatieve godsbegrip stevig in zijn natuurfilosofie en kenleer te verankeren, ligt er ook een duidelijk ethisch motief aan ten grondslag. Epicurus meende dat het menselijk geluk verstoord werd door irrationele angsten. Een van die angsten is de angst voor de goden. Hogere machten die we te vriend moeten zien te houden omdat ze ons zullen straffen. Omdat ze ons anders zullen straffen. En zelfs als we daartoe alles in het werk stellen, kunnen de goden ons nog laten vallen. Door ons godsbegrip te zuiveren, kunnen we ons bevrijden van deze angst en staat de weg naar werkelijk geluk voor ons open. Nou, ik heb nu twee van de filosofische richtingen behandeld die in het werk van Cicero worden besproken. Cicero voert ook nog een vertegenwoordiger van een derde stroming ten tonele, de academici. En hun positie is ergens wel een beetje eigenaardig. Ik heb hiervoor de Stoïcijnen gepresenteerd als de voortzetters van Plato's project. Maar de Stoïcijnen waren niet de enige die aanspraak maakten op die positie. De school die Plato had gesticht, de academie, bleef na zijn dood nog eeuwenlang bestaan. En het ligt voor de hand dat degenen die deel uitmaakten van die school zichzelf zagen als Plato's ware erfgenamen. Onder Plato's opvolgers had de leer van zijn school echter een wending genomen en was overwegend sceptisch geworden. Dogmatische bewonderaars van Plato zagen dit als verraad. Maar de betreffende academici betoogden dat Plato nooit een echte dogmaticus was geweest, omdat hij al zijn opvattingen steeds als onzeker en voorlopig had gepresenteerd. Plato's scheppingsverhaal bijvoorbeeld, waaraan ik eerder al refereerde, wordt opgevoerd als een aannemelijke mythe, die de waarheid hoogstens kan benaderen. De academici meenden dan ook, en niet zonder reden, dat ze in Plato's geest handelden met hun sceptische aanvallen op dogmatische filosofen, zoals Epicuristen en Stoïcijnen. In Cicero's werk over de goden voert hij drie sprekers op die achtereenvolgens het epicurisme, het stoïcisme en de academie vertegenwoordigen. De vertegenwoordigers van het epicurisme en het stoïcisme, Phileas en Balbus, houden elk een uitgebreid betoog over de leer van hun school. Maar de bijdrage van de academicus Cotta bestaat in het systematisch onderuithalen van alle argumenten van de twee anderen. Hierin lijkt hij soms ook van positie te wisselen, want in zijn kritiek op het epicurisme lijkt hij soms een beetje op een stoïcijn. En in zijn kritiek op de stoïcijnen lijkt hij soms een beetje op een epicurist. Als Cotta's werk gedaan is, blijven we in onzekerheid achter.
Cotta heeft de grond gelijk gemaakt met de Epicureese notie van de goden. Hun onsterfelijkheid is onmogelijk omdat alles wat uit atomen bestaat ooit uit elkaar moet vallen, volgens hun eigen theorie. Hun antropomorfe gedaante is absurd, omdat zij in de gelukzaligheid van hun tussenwerelden helemaal niets nodig hebben van de attributen waarmee het menselijk lichaam is aangepast aan de noden van deze wereld. Wat moeten gelukzalige goden met handen, met monden, met geslachtsdelen? En hun gelukzaligheid, die bestaat in eeuwig niets doen, is eigenlijk in niets te onderscheiden van helemaal niet bestaan. Cotta suggereert dan ook dat Epicurus eigenlijk een atheïst was, maar daarvoor niet durfde uit te komen. Nou, als dat zo was, had Epicurus misschien ook wel goede redenen om er niet voor uit te durven komen. Balbus, de Stoïcijn, komt er echter niet veel beter vanaf. Er is zoveel op de wereld aan te merken dat er weinig ruimte overblijft voor goddelijke voorzienigheid. Ook blijkt veel van wat voorzienig lijkt bij nader inzien op toeval te berusten. Ter illustratie hiervan vertelt Cotta een anekdote over de atheïst Diagoras. Toen een vriend deze wees op de vele monumenten die waren opgericht door schipbreukelingen die veilig aan land waren gekomen, en dat moest toch wel een bewijs zijn dat goden daar een hand in hadden gehad, was Diagoras niet onder de indruk, maar wees zijn vriend erop dat diegenen die op zee waren verdronken geen monumenten hadden kunnen neerzetten. Ook de verhalen over goddelijke interventies ten bate van goede mensen of ten nadele van slechte zijn slechts anekdotisch en kunnen worden weggestreept tegen even zoveel gevallen van het omgekeerde. Tegenover elke zegevierende aanvoerder die de gunst van de goden genoot, stond een verliezer die die gunst blijkbaar niet verdiende. Cicero laat Cotta niet al te diep ingaan op Balbus' argumenten ontleend aan de waarzeggerskunst. Maar dat is waarschijnlijk omdat Cicero op dat moment al van plan was om volgend op dit werk een werk te schrijven dat helemaal in zou gaan op de waarzeggerskunst en waarin hij geen spaan heel zou laten van de Stoïcijnse argumenten. Dus Cotta wist al dat het zou gebeuren en hoefde daar geen woorden aan vuil te maken. Waarzeggerij bestaat niet en kan dus evenmin dienen als bewijs voor goddelijke voorzienigheid. Zoals ik al zei, we eindigen in zekere zin met lege handen. Cotta sluit zijn betoog af met de woorden, net ook al geciteerd door Vincent Hunink: dit was zo ongeveer wat ik te zeggen had over het wezen van de goden. Mijn doel was niet om hun bestaan te ontkennen, maar om jullie te laten inzien hoe ondoorgrondelijk het probleem is en hoe moeilijk om uit te leggen. Als academicus van onze tijd wil ik me graag bij deze woorden aansluiten. Frederik, ga lekker zitten. Ergens. Even water bijschenken. Ik vroeg me af, om maar eens met een vraag te beginnen. We hebben nu van jullie allebei eigenlijk gehoord hoe de filosofen verschillen in hun opvattingen van de goden en van wat hun functie zou moeten zijn, hun betekenis, van de dichters. Maar waarom eigenlijk? Waarom hadden die zo'n ander beeld? Waren er sociale of politieke redenen voor aan te wijzen waarom zij opeens zo'n omslag maakten? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat misschien dat bij de eerste filosofen als snel een spanning werd gevoeld tussen wat zij zelf konden beredeneren en wat door de dichters werd verteld. En ze merkten dat ze met allerlei verklaringen konden komen waar ze helemaal geen goden voor nodig hadden. En tegelijkertijd waren er die overgeleverde verhalen. En ik denk dat het misschien begonnen is met een spanning die men daartussen voelde. We hebben de overlevering, maar eigenlijk kunnen we misschien best wel zonder. Mm-hmm. Wil jij daar iets op aanvullen? Ja, ik voel me altijd meer Romein dan Griek. Dus hoe het precies bij de Griek is begonnen. We hebben natuurlijk om te beginnen ook heel weinig teksten. Hè? Dat wil ik ook wel eens benadrukken. De mensen die je aanhaalt en ook de namen die je aanhaalt, dat zijn voor het merendeel niet meer dan snippertjes, fragmentjes en een paar regels. Zou er nou een groot debat zijn geweest in Athene over goden? Ik denk dat het heel beperkt is gebleven. Dat die verhalen over de traditionele goden dominant zijn gebleven en dat het maar een heel klein academisch debatje is geweest bij filosofen om dat enigszins ter discussie te stellen. Nee. We maken het eigenlijk groter dan het was. Misschien. Wij zijn natuurlijk wel geneigd om te denken. Hè? Daarvoor zijn we hier.
u komt om na te denken over de goden. Maar ik vraag me af hoeveel mensen in de oudheid dat nou echt deden. Maar toch kon je ervoor worden verbannen en zelfs ter dood veroordeeld. Ja, als je tegen de hele maatschappij bent. Als je de goden officieel bestrijdt. En je daarmee afkeert van alles waar zo'n samenleving voor staat. Van belangrijke symbolen. Ja, dan loop je natuurlijk gevaar. Maar ik geloof echt niet dat je in Athene ook gedwongen werd tot geloven in wat dan ook. Nee, want jij zei zelf al, eigenlijk was dat hele de godsdienst bestond niet zozeer uit geloven. Die goden waren er niet om in te geloven, maar om... Om mee te doen. Ja. Antieke godsdienst is iets doen. En ja, of wat je daarvan vindt. Ja, je moet je er uiteindelijk niet tegen elementaire symbolen gaan verzetten. Als ik hier aan het publiek de grondwet ga verbranden, dan heb ik ook een probleem. Maar ik hoef toch niet in de grondwet te geloven. Dat verlangt niemand van mij, die is er gewoon. En daar, ja, die moet je een beetje in je leven een plekje geven. En je moet er niet te veel tegenin zeggen. Ja, precies. Maar dat is dan misschien is het verbranden of het zeggen? In de zin van, kun je dat vergelijken? En kun je zeggen van, nou ja, je mag de grondwet niet verbranden. Hè? Net zoals je, weet ik veel, de goden niet van hun sokkels mocht stoten. Maar je mocht er wel anders over denken. Nou, wat die grondwet betreft mag ik nog wel kritiek daarop hebben. Ja. Of zeggen dat me iets niet bevalt. Ja. Bedoel me maar dat ik me ga verbranden. Ik ga bij het collegezaal complex staan met een grondwet die steek in de fik. Ik haal de pers, dat is leuk. Maar dat wordt een probleem. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, dus ik denk dat het in die orde van grootte ligt wat de atheïsmeprocessen betreft in Athene en ook wel in Rome. Mm-hmm. Dat gaat niet over geloof in goden, maar over adherence to the state. Ja, ja, dus godsdienst en staat waren heel nauw met elkaar. Ik hoor in jouw betoog ook wel een beetje een academicus. Want dit is volgens mij... is dat een compliment? Vooral ook de houding die je juist bij mensen als Cicero en het personage Cotta aantreft. Want je kunt je in deze dialoog afvragen wat die Cotta nou bezielt. Want hij brandt beide visies af. En wat blijft er dan nog over? Maar tussen de regels door en in verschillende andere werken van Cicero zie je dat juist die houding van waarin je niet precies weet hoe het zit, uiteindelijk leidt tot een zekere conformistische houding ten aanzien van de traditie. Ja. Juist omdat we geen reden hebben om aan te nemen dat het anders is, houden we maar vast aan wat is overgeleverd. Ja. En dan de traditie als in de praktijk, in de praxis, zoals het gedaan werd, zeg maar. Ja. En dan worden er ook pragmatische argumenten bij gehaald. Daar ben ik nu niet op ingegaan, maar die schemeren hier ook door. Balbus die noemt dat ook een paar keer. Dat het maatschappelijk wenselijk is dat het geloof in goden wordt gehandhaafd. Dus zelfs als Cotta niet met volle overtuiging mee zou gaan met het Stoïcijnse betoog, dan zou hij toch moeten doen alsof, want het is gewoon maatschappelijk wenselijk. Ja. Ah, ja. En die goden van Epicurus die zijn maatschappelijk niet wenselijk. Die vallen natuurlijk buiten het discours van de oudheid, omdat ze niet ingrijpen in het bestaan. Je kunt ze niet benaderen met offers, je hebt er niks aan. Dus die vallen niet onder de noemer van dat is goed voor de maatschappij. Maar die Stoïcijnse opvatting, of wat daar zo'n beetje omheen gaat, of de goden, God als leidend principe van de wereld, of dat is allemaal prima. En zeker de officiële cultussen voor goden, met wat ik zei, die processies en die offers. Ja, die geven cohesie aan de samenleving. Dat geldt in Athene en misschien nog meer in Rome. En dat moet vooral blijven. Ja. Dus je ziet dat Cotta zegt van ja, ik ben hier niet bezig met de staatsgodsdienst aan te tasten. Ja. We zijn hier niet met een revolutie bezig. We zijn in de vrijheid van een academisch betoog, in de afgeslotenheid van een buitenhuis is het zelfs, als heren onder elkaar in de vrije tijd aan het nadenken over die goden. Maar dat heeft met de praktijk heel weinig te maken. Ja, misschien in aansluiting op wat je nu zegt, wil ik heel even terugkomen naar mijn eerste vraag. Namelijk, hoe komt het nou dat de dichters een ander beeld gaven van de goden dan de filosofen? Jij zei in een voorgesprek, Frederik, van ja, er zitten ook een aantal eeuwen tussen. Hè, tussen wat dat de dichters de mythes schreven en de filosofen erover gingen nadenken. En volgens mij is het zo dat in die tijd ook politiek veel gebeurde. Bijvoorbeeld dat de wereld die uit een soort van stadstaten bestond meer geglobaliseerd werd. Zou het ook kunnen dat de filosofen dachten, we hebben gewoon een ander soort beeld van de goden nodig om in die onzekere nieuwe tijd, nieuwe wereld meer eenheid te scheppen?
Daarom willen we graag één God. Als er dan toch een God is, dan niet 12 die allemaal warrig en onbetrouwbaar hun eigen dingetjes doen, maar dan graag eentje waar we ons allemaal toe kunnen verhouden. Nou, ik weet niet of het meteen staatkundig moet worden gezien. Want in de tijd van die presocratische filosofen was de Griekse wereld ook nog steeds versnipperd in allemaal stadstaatjes die oorlogen met elkaar voerden. Maar wel gaat het, denk ik, dat die tendens waarbij verschillende filosofen een beetje neigen naar een soort van monotheïsme, of in ieder geval een soort van paraplu waar die vele goden allemaal onder vallen. Dat lijkt wel samen te gaan, ook met een zoektocht naar algemene definities van dingen als rechtvaardigheid. En dus er lijkt wel behoefte aan te zijn om dingen te verankeren. En nou, ik denk dat het misschien wel verwante gedachten zijn. Het zoeken naar wat nou eigenlijk rechtvaardigheid is. En het zoeken naar wat nou echt essentieel voor het goddelijke is. Maar waarom was dat juist in die tijd zo'n belang? Waarom werd dat een belangrijke vraag? Ja, je zou toch ook kunnen zeggen, doe maar maar dat Grieken gaan nadenken. Gaan filosoferen, gaan academisch reflecteren op dingen. Ga je over belangrijke dingen nadenken. En dat deden ze eerst nog niet? Nee, daarvoor waren het gewoon verhalen. Ja. Bij Homerus zijn dat gewoon verhalen. Daar komt ook ethiek in voor. Het gaat over normen en waarden. Maar niet over hoe zit de wereld in elkaar. Op het moment dat je gaat zeggen, ik wil nou eens precies weten hoe de wereld in elkaar zit. Wat zijn de elementen? Wat zijn de goden? Wat is de rol van de mens? Hoe is de verhouding van mens en dier? Maar wat maakt al dat dan soort vragen, kun je dan gaan Ja, dat snap ik. Maar wat maakte dan dat opeens die mensen dat de filosofie ontstond? En dat daarvoor eigenlijk niet dus. Ja, waarom gaan mensen nadenken? Ja, dat is toch een goede vraag. Dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Ik probeer in het eerste jaar ook aan mijn studenten. Ik probeer dat met mijn studenten te bespreken, maar ik ben er zelf eigenlijk nog niet helemaal uit. Aristoteles die geeft in zijn eigen reflecties op de geschiedenis van de filosofie, geeft hij wel wat hints. Hij zegt dat filosofie in zekere zin ook een luxe verschijnsel is. En dat de filosofie pas ontstaan is toen er genoeg mensen waren die de vrije tijd hadden om zich bezig te houden met dingen die niet meteen geld opleverden. Ja, precies. Ja, net zoals dat religie misschien ontstond in de tijd dat mensen zich gingen settelen. En niet meer de hele tijd. Of althans de rituelen ontstonden in de tijd dat mensen zich konden settelen. Er is ook een aardige, geheel verouderde theorie van uit de jaren 50. Het wereldbeeld van de Griekse maatschappij is een soort levend wezen. En als ze gaan denken, dan worden het een soort pubers, zal ik maar zeggen. Dat is de adolescentie van de Griekse cultuur, is als men gaat nadenken. Uh-huh. Ik heb wel een sympathieke theorie gevonden, maar je mag hem tegenwoordig niet meer verkondigen. Hij geldt als verouderd. Ja, maar het heeft misschien wel te maken met bepaalde maatschappelijke omwentelingen. Want het wereldbeeld van Homerus is waarschijnlijk geworteld in het aristocratische wereldbeeld van een ander tijdperk. En hoewel die verhalen ook nog eeuwenlang daarna mensen bleven aanspreken, was het waardesysteem waarschijnlijk op een gegeven moment gewoon verouderd voor de nieuwe tijd waarin andere klassen naar boven kwamen, waar kooplieden dienst konden gaan uitmaken, waar zelfs democratieën ontstonden. Ja. Dan heb je dus ook economische en sociale factoren gegeven voor het feit dat mensen gaan nadenken. Ja. En waarom spraken die, jij zei het net, hè, die verhalen van Homerus onder andere, die bleven de mensen aanspreken. Tegelijkertijd was het wereldbeeld veranderd. Dus mensen wisten meer van hoe bijvoorbeeld de wereld ontstaan was en hoe, weet ik veel, onweer en bliksem werkte en dat soort dingen. Je gaat er nou wel heel gauw overheen. Oké, ja, ik ben er maar. Dat wist men natuurlijk niet. Maar goed, er waren dingen, de mensen wisten meer in de tijd van de filosofen dan in de tijd van de dichters. Klopt dat? Ja, maar dat zijn dingen waar de filosofen over zijn gaan nadenken. Van wat is bliksem? Is dat iets van de goden? Of is dat een natuurkundig verschijnsel? Precies. Maar was dat? Dat is deel van wat er gebeurt in die denkomslag van filosofen. Dat men over zulke dingen gaat nadenken. Ja, en daar zie je dan inderdaad ook het terugdringen van het goddelijke uit de materiële wereld. Omdat ze de goden steeds minder nodig zijn als verklarende factor. Precies. En daarom wilde ik vragen, in die tijd zou het nog kunnen dat was het dan zo dat de gewone Grieken, zover we daar iets over kunnen zeggen, inderdaad nog geloofde dat, hoe heet de dochter van Zeus ook weer, dat hij uit zijn hoofd, dat Athena uit het hoofd van Zeus geboren is en dat soort dingen. Geloofden ze dat? Nee, dat kun je toch niet. Daar kun je toch niet redelijk van aan. Het is heel erg de vraag. Come on, man. Nee, dat zijn verhalen. Dat zijn mooie verhalen. Maar dat heeft met religie niet zoveel te maken. Dat is niet iets waar je in gelooft. Of niet letterlijk, waar het meer
allegorische verhalen die iets vertelden over zonder dat je... Die allegorie is van later tijd. En dat is een filosofische ontsnappingsmogelijkheid om nog wat met die verhalen te doen. En gewone Grieken denken, laatst die verhalen van Homerus. Ze vonden dat mooi en fijn. Of soms misschien wat aanstootgevend. Uh-huh. He, castratie van de oppergod is niet... Ik kan me voorstellen dat veel Griekse mannen dat niet leuk vonden. Dus er zitten ook lelijke verhalen bij. Maar het is, dat zijn de Griekse verhalen. Dat is, mm-hmm. dat is de Griekse cultuur. Maar dat is niet iets waar je in gelooft. Ik denk ook dat die goden van Homerus niet bepaald sympathiek zijn. In wie zou je willen geloven? En wat zou je dan willen doen? Ik ken geen enkele god uit die epen waarvan je denkt... Nou, daar zou ik eens een kaarsje voor willen opbranden of zo. Nee, dus dat was niet de taak of niet, betekenis van de. Nee, ik geloof niet dat je dat. Dus als je naar zingeving op zoek bent, dan ga je andere wegen bewandelen. Ja. Ja. Misschien moeten we even naar een ander soort vragen gaan. Ik wil het eigenlijk ook nog even hebben over de filosofen zelf. Hoe werd je eigenlijk filosoof? Die is echt voor jou, Frederik. Hoe werd je filosoof? Ja. Ik zou bijna zeggen dat iedere gek kon filosoof worden. Er is niet één standaard voorbeeld. Heel veel van die presocratische natuurfilosofen... die kwamen waarschijnlijk uit gegoede families. Uh-huh. Maar in diezelfde periode ontstond er een andere klasse van filosofen... de sofisten. En die waren lang niet allemaal van goede kom af. Maar dat waren mensen die talent hadden voor spreken. En hun talent bracht hen hogerop. Uh-huh. En die werden succesvol doordat ze hun kunsten wisten te verkopen. En die kunsten uiten zich deels ook in filosofie. En dan hebben we een figuur als Socrates. Dat was ook eigenlijk een heel uitzonderlijke figuur. Want dat was een ambachtsman. Die had eigenlijk helemaal niet de middelen om lanterfanterend door Athene te lopen. En toch deed hij dat. Tot groot verdriet van zijn vrouw. Want hij bracht waarschijnlijk, nooit geld in. Ja. Er zijn dus heel erg veel verschillende... Je werd filosoof als je het je kon veroorloven? In zekere zin wel, en sommige mensen... En ik moest je natuurlijk ook aanstaan. Er waren genoeg mensen die de middelen hadden... maar die andere dingen gingen doen. Nee, want ik vraag het onder andere omdat Cicero in zijn boek... zich telkens verdedigt voor het feit dat hij filosoof is. Dus wat was eigenlijk de maatschappelijke positie van de filosoof? Nou ja, we scheren nou de hele oudheid even over één kam. Met deze vraag kom je bij de Romeinen. En daar is de positie van filosofen toch een wezenlijk andere dan in de Griekse cultuur. Veel Grieken zullen denk ik toch met een zeker respect hebben opgekeken naar Plato, Aristoteles. Hè, filosofen in de grote steden. Maar in Rome is die filosofie vanaf het begin verdacht. Het was ook een soort van exotische nieuwlichterij. Exotische nieuwlichterij uit Griekenland. Met allemaal Grieken. Die verwijfde Grieken. Verwijfde Grieken. Ze stellen dingen ter discussie die niet ter discussie moeten worden gesteld. Hè, vanuit Romeins perspectief. Dus het is een exotisch iets. Filosofen komen van buiten. Het is allemaal Grieks. En het is potentieel maatschappij ontwrichtend. Ja. De Romeinen hebben natuurlijk vrij snel gezien dat er ook filosofieën zijn die maatschappij ondersteunend kunnen zijn. Zoals die leer van de Stoa. En daar is de pers wat beter voor. Maar je ziet vanaf het begin dat men bij het zelfbeeld van een Romeinse gentleman, een politicus, iemand die hoog in de top zit. Ja, dat is vooral dat je dan doet aan retorica, aan recht. En filosofie, dat is net zoiets als lyriek. Liefdesgedichten, dat doe je in je vrije tijd. Ja. Ja, en dat mag wel, maar als het te prominent wordt, dan is het verdacht. Dan heb je blijkbaar geen duidelijke taakopvatting voor de praktijk. Hm. Dus het geldt als een, zoals ik het in mijn lezing noemde, een liefhebberij, een hobby. Waar je een beetje moet voor verdedigen. Dat doet Cicero dan dus ook iedere keer weer. En dan komt hij met prachtige argumenten dat het zo... fantastische besteding van tijd is en het hoogste van de mens. Maar we zien in zijn leven dat Dumas hij wat anders kan doen. Dat is het onmiddellijk doet. Blijft een tweede keuze. Het blijft een tweede keuze. Het is, en die verdedigt hij vervolgens als eerste keuze natuurlijk. Ja. Ja, dat hoort bij de retorica. Je gaat niet zeggen, ik wist niks anders. Nee, ik had niks anders te doen. Maar dat is wel een deel eigenlijk van een reële verklaring daarvan. Nou, hij probeert het wel... te verklaren in het licht van zijn voortgaande belangstelling... om invloed uit te oefenen op de maatschappij en op jongeren. En als hij dat niet meer politiek kan... dan kan hij dat doen door de jeugd op te voeden. Ja, dan maar zo. Ja. En dus in die zin
ligt het wel voor hem in het verlengde. Alleen is het effectiever om dat als politicus te doen. Ja, en hij moet het dus constant blijven verdedigen. Ja. In ieder van die filosofische werken zie je wel een of andere vorm van apologie, van verdediging van die activiteit. Ja. En dat vinden wij vaak een beetje raar. Ik denk van ja, doe dan maar gewoon je ding. Maar, ja, maar dat hoort dus bij die Romeinse cultuur, waar te veel denken en te veel onderuit halen en te veel omwoelen, dat geldt als potentieel bedreigend. Ja, ja. Ik heb nog een laatste vraag en dan ga ik naar jullie. Dus we gaan alvast nadenken over wat je Frederik en Vincent zou willen vragen. De antieke filosofie wordt ook wel beschreven als een soort levenskunstfilosofie of filosofie voor de gemoedsrust. Ik heb het idee dat je dat ook nu weer een soort van terug ziet komen. Klopt dat? En wat zijn dan de dingen waarvan jullie zeggen, nou, daar hebben we echt nog wat aan, daar zouden we... Ja, daar kunnen we van leren. Of daar hebben we ook in deze tijd... Dat gaan we misschien wel eens worden, Frederik, of niet? Nee. Denk je? Nee? Laten we proberen dat niet te doen. Ik denk dat die levenskunst, die is vooral van toepassing, of die benaming, denk ik, op de filosofie van het Hellenisme. Stromingen als de Stoa en de Epicuristen, die probeerden echt mensen te hervormen en ze te helpen om beter in het leven te staan. En... misschien daardoor beïnvloed, kreeg ook een stroming als het platonisme naderhand een beetje ook zo'n karakter. De filosofie van Plato is later toch weer een serieuze concurrent geworden van het epicurisme en de stoa, maar begon ook zielen te winnen en te proberen mensen... te vormen. Maar als je dat concreet maakt, wat zijn dan elementen daaruit waarvan je zegt, die zie je nu weer terug of die pakken we nu weer op? Of zouden we juist, dat zouden we juist moeten doen en dat doen we nog niet? Ik denk dat het best wel gebeurt. Een tijdje geleden hadden we John Sellers te gast. Een stoa-expert uit Engeland, die een lezing gaf over het hedendaagse stoïcisme. Mm-hmm. En die behandelde allemaal hedendaagse denkers die proberen om het stoïcisme geschikt te maken voor deze tijd. Want ja, er zijn wel enkele moderniseringen nodig. Dus kun je dat nog iets concreter maken dan alleen maar zeggen het stoïcisme? Wat is daar dan uit? Wat ik zeg, oké, als ik nu... Misschien mag ik het even aanvullen. Als je naar het werk van Seneca kijkt, de Romeinse stoïcijnse filosoof, dan zie je dat die stoa, dat stoïcisme, een beetje ontdoet van zijn technische aspecten. Hij heeft daar wel kennis van, hij heeft wel brieven die daarover gaan. Maar zijn meest bekende teksten zijn toch eigenlijk vooral heel praktisch gericht. Dus niet over hoe de wereld precies in elkaar zit, maar hoe jij als mens daarmee moet omgaan. Mm-hmm. Hoe jij privé je moet verhouden tot alles wat er gebeurt. Mm-hmm. Dat je moet meegaan met wat er gebeurt, moet accepteren wat er gebeurt. Dat je je niet moet verzetten tegen dingen die je niet in je macht hebt. En dat soort heel praktische aspecten van de stoa, die komen tegenwoordig gewoon heel goed aan. Die vind je in de zelfhulpboeken die in de boekwinkel liggen. Ik heb zelf een tijd geleden veel baat gehad bij het lezen van Seneca's brief over geluidsoverlast. Ja. Nou ja. Bij geluidsoverlast is er. Hè. Je kunt eventueel voor vluchten. Je kunt je oren dicht doen. Je kunt weggaan. Maar als dat allemaal niet kan, dan zul je ermee moeten verhouden. Dan moet je maar zorgen dat je een mooi boek leest en jezelf afleidt. Ja. Heel praktisch. Ja. Die stoïcijnse filosofie zonder dat academische gedoe. Ook prachtig, maar het is heel bruikbaar. Dat geldt overigens ook voor de leer van Epicurus. En ik bedacht me net toen je die vraag stelde, dat die Epicuristen en stoïcijnen in de oudheid heel erg tegenover elkaar staan. Maar als je het hebt over hulp voor nu, voor mensen, levenskunst, staan die twee leren in de praktijk best dicht bij elkaar. Want ze gaan uit van de mens en wat die moet doen, die moet streven naar geluk door bronnen van ongeluk uit te schakelen en door bronnen van geluk die in zijn macht zijn op te zoeken. Dat en hoe doe je dat dan? Ja, door... En dat hoef jij niet te stellen, hè? Hoe zeg je dat? Ik leef het wereldraadsel op, ja. Ja, graag. Je hebt nog anderhalf minuut, ja. In de kern is dat van doe wat je kunt en bemoei je niet met wat je niet kunt. Mm-hmm. Doe wat in je macht is. Ja. En laat wat niet in je macht is gebeuren.